En je krijgt natuurlijk dat je dan buiten moet gaan roken als we geen rookruimte meer hebben. Dan krijg je elke keer als de deur open gaat de muziek de straat op. Naast dat er honderden mensen op een smal trottoir staan. Bovendien hebben we ook ontzettend veel omwonenden om clubs. Dus ja, dat gaat nogal iets betekenen in de orde. Roken midden in restaurants was ooit de normaalste zaak van de wereld. Maar lijkt inmiddels op beeld van een andere planeet. Morgen verbiedt de Hoge Raad mogelijk ook rookruimtes in de horeca. Nadat Clean Air Nederland een rechtszaak tegen de staat aanspande. Want het is dodelijk. En daarnaast, ja, het blijft toch een vorm van overlast, hinder. Verkeerde voorbeeld voor jongeren. En dat zouden met name de horecaondernemers zouden dat ook moeten betrekken in hun overweging, vind ik. Maar naast overlast vrezen Amsterdamse clubeigenaren, meer nog dan cafés, zeggen ze, problemen met drugs en wapens. We worden geacht om zoveel mogelijk mensen te fouilleren voor de veiligheid. En als dan mensen in en uit blijven lopen, is dat gewoon niet te doen voor de portiers. En mensen kunnen naar buiten gaan om drugs te gaan gebruiken. Maar wat de uitspraak morgen ook wordt, de rookruimtes zouden in 2022 sowieso al verboden worden. Waarom dan niet nu al? In feite pleiten wij voor hetzelfde. Dus we zijn bij de gemeenteraad al vaker aan het vragen. Maak een uitzondering voor clubs met een rookruimte en een portier. Omwille van orde en veiligheid. En nu dat vervroegd dreigt te worden, is het urgenter. Maar wij vragen eigenlijk dezelfde vraag in 2022 op. Die kans is groot dat rokers vaker naar buiten gaan. Dus alleen maar het verplaatsen van de rookplaats is geen definitieve oplossing. Dus als jongeren naar buiten gaan, dan moeten we ook daar proberen dat te voorkomen en uiteindelijk ook verbieden. Dus bijvoorbeeld een rookvrij Leidseplein, een rookvrij Rembrandtplein. Ja, uiteindelijk zal iedereen beseffen dat we daar toch heen moeten.